Ivo Piest, COO van Bergman Clinics. We staan hier bij de masterclass Value-Based Healthcare, georganiseerd door Skipper. We hebben een lichtend voorbeeld op het gebied van Value-Based Healthcare in Europa, dat is de Martini Kliniek. Maar in Nederland kunnen we er ook wel wat van en jullie zijn goed op weg met het uitoefenen van Value-Based Healthcare. Wat is jullie drive om daar zo mee bezig te gaan? Nou, ik denk het belangrijkste wat wij willen is, dat is ook wat onze missie, elke dag de zorg beter maken. Transparantie en ambitie zijn twee van onze merkwaarden, kernwaarden. Hè, en dat is de drive die daar ook achter zit. Wij willen uiteindelijk gewoon heel simpel voor een klant inzichtelijk maken. We spreken ook over klanten, niet over patiënten. Wat er te kiezen valt en waar ze op moeten letten bij de keuze die ze maken om ergens zorg te krijgen. En dat ze niet standaard het advies van hun huisarts hoeven te volgen, maar dat ze daar zelf ook een belangrijke rol in hebben. En lukt dat op het ogenblik bij patiënten? Of, Ja, ik denk dat dat steeds beter lukt. We proberen daar een voortrekkersrol in te nemen. We hebben dingen op onze website staan voor 7 indicaties. Proberen we dat eigenlijk gewoon zo duidelijk mogelijk te maken. Het zal nog niet perfect zijn, maar we proberen er ook elke dag van te leren. We passen dingen aan. We proberen het internationaal te benchmarken. In Nederland begint langzamerhand de data te komen, maar daar kunnen we nog niet echt genoeg mee. Dus ja, dat is een beetje de uitdaging waar we voor staan, maar dat vinden we ook heel erg mooi om te doen. En hoe veranderen jullie nu, of hoe passen jullie je interne processen aan om die waarde voor die patiënt te verbeteren? Nou, dat is eigenlijk een hele grote vraag, want dat zit hem in heel veel kleine dingen. Ik denk als je value-based healthcare goed wil doen, dat zit op elk niveau, kan je daar een rol in spelen. Van verpleegkundigen, consulenten, artsen en die hele integrale teams. Uiteindelijk is het denk ik heel belangrijk dat je 2 dingen doet. Dat je de kwaliteit van de zorg die je levert heel inzichtelijk maakt. En een ander heel belangrijk aspect is dat een klant eigenlijk op elk moment in het proces weet wat hem te wachten staat. Ik denk als je die 2 dingen goed combineert, dat gewoon leidt tot een hoge uitkomst en een hogere waarde die je creëert. Toch moeten jullie ook met de reguliere ziekenhuizen samenwerken op een aantal onderdelen. Hoe zien zij jullie? Nou, het is goed dat je dat zegt. Ik denk dat er nog wel eens een misverstand over staat dat wij cherrypickers zijn en dat we heel solistisch opereren. Dat is helemaal niet het geval. We hebben samenwerkingen met 3 academische ziekenhuizen. 2 in Amsterdam en 1 in Utrecht, om maar bijvoorbeeld iets te noemen. Waarbij we ook op het moment dat wij het niet kunnen oplossen omdat het te complex is of te hoog risicovol, de patiënt ook integraal kunnen doorsturen naar zo'n ziekenhuis. En dat gaat echt met meenemen van de dokter. Dus het is voor de patiënt, cliënt ook nog heel prettig. Want die komt in het academisch ziekenhuis weer dezelfde arts tegen die de behandeling daar voortzet. En wat kan daar dan beter dan wat er bij jullie in een focuskliniek kan? Nou, wij zijn heel erg gericht op planbare zorg, hoog volume. Vaak echt gewoon een single defect, om het maar even simpel te zeggen. Op het moment dat het multifactorieel wordt, dat er meer disciplines of dat het iets acuuts is, dan kunnen wij dat niet oplossen. En dan moet het daar naartoe waar daar de zorg het beste en de infrastructuur daar het beste geregeld is. Over 5 jaar, waar staat Bergman dan? Nou, ik hoop dat wij net zo'n mooi voorbeeld kunnen zijn als de Martini Kliniek die we vandaag hebben gezien, hè, van hoe je dat doet. En dat we daar voor de dingen waar wij op werken echt een voorbeeldfunctie en een gidsfunctie hebben. En ja, waar het uiteindelijk toe gaat leiden, dat is toch, ja, de ontwikkelingen gaan zo snel. De big data die in opkomst is, waar we nu heel hard mee bezig zijn om heel erg van de data die we genereren te leren. Ja, ik weet je, the sky is the limit. Wie had 5 jaar geleden voorspeld dat Uber zo'n grote rol zou spelen in de taxiwereld? Je weet het niet. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.